Vereniging Sneeuwbal bestaat dit jaar 10 jaar en daarom is speelgoedactie Pepernoot in het leven geroepen. Kunnen jullie ons hier iets meer over vertellen? Ja, wij bestaan dit jaar als Sneeuwbal 10 jaar. En in het kader daarvan hebben wij de actie Pepernoot in het leven geroepen. En deze actie, daar willen wij heel graag voor de kinderen waar de ouders van een minimuminkomen van hebben, daar willen wij graag een Sinterklaas cadeau voor realiseren. Dit gaat ongeveer over 150 kinderen, allemaal in de gemeente Boxmeer wonend. Wat willen jullie bereiken met deze cadeaus in te zamelen? Wat is het probleem? Het is ons te oren gekomen dat heel veel ouders die van een minimum moeten rondkomen, problemen hebben om voor de kinderen met Sinterklaas een leuk Sinterklaas cadeau te realiseren. En de kinderen begrijpen vaak wel dat ze minder krijgen, omdat Sinterklaas niet zoveel centen heeft. Maar verklaar daar maar eens als je een dag later of 2 dagen later op school komt, waarom jij niks hebt gekregen en de rest van de klas wel. Nou, dat probleem, dat proberen wij voor dit jaar in ieder geval een beetje te compenseren. Ja, want het is echt een probleem. U heeft zelf ook kinderen en u kan het zich helemaal voorstellen hoe dat op school gaat. Ja, ik heb zelf inderdaad kinderen. Ze zijn nu wel groot. Ik kan me voorstellen dat als kinderen op maandagmorgen, in dit geval omdat Sinterklaas op zaterdag valt, dat als kinderen op maandagmorgen op school komen en iedereen heeft mooie cadeaus van Sinterklaas gekregen en jij als kind hebt niks. En dan kom je thuis bij die moeder en je zegt tegen die moeder van vindt Sinterklaas mij niet lief of zo? Want ik heb geen cadeau gekregen. Dat doet pijn in een moederhart, dat kan ik je vertellen. Ja, zeker weten. En wat gaan jullie dan allemaal inzamelen om deze kinderen cadeaus te kunnen geven? Het gaat hier om cadeaus, maar ook om inpakpapier natuurlijk. Ja, het gaat om en nabij 150 kinderen. De exacte aantal en de leeftijd en het geslacht, dat krijgen we aangeleverd door de gemeente. We krijgen verder geen namen aangeleverd. Het samenwerken met de gemeente is zo dat de mensen allemaal aangeschreven worden. Wij weten ook niet wie er komt. Hoeveel kinderen weten we dan dadelijk wel. Wij willen graag voor al die kinderen willen wij een Sinterklaas cadeau realiseren. Door middel van giften. En, maar ja, wij willen daar wel een leuk cadeau van maken. Dus wij moeten inpakpapier hebben en wij willen die zaterdagmiddag willen wij een leuk feest houden. Daar hoort ook bij pepernoten en Sinterklaas komt uiteraard komt bij ons op bezoek. Dus wij willen er een hele gezellige middag van maken en daar hebben wij dus ook ja, inpakpapier, pepernoten en uiteraard heel veel speelgoed bij nodig. Nou, de mensen kunnen dat elke zaterdag tussen 1 en 5 naar de Driewiek in Boxmeer brengen. De Driewiek is op de Jeroen Bosstraat in Boxmeer. En ja, door de week, nou ja, stel dat je door de week in Boxmeer bent en je hebt wat leuke dingen om af te geven. Kijk even of dat het open is, of dat er iemand is. En alle cadeaus, nieuw of bijna zo goed als nieuw, zijn van harte welkom. Ja, want zoeken jullie deze mensen uit of doet de gemeente dat? Nee, en ik denk dat dat wel heel belangrijk is om te weten voor iedereen dat de gemeente de kinderen aanschrijft, of althans de ouders van de kinderen aanschrijft, die ook de mensen die ook een kerstpakket krijgen, die krijgen in diezelfde brief ook te horen dat hun kind op 5 december een cadeautje bij de pepernoot op kan komen halen. En ook waar ze dat op kunnen komen halen en niet ophalen, maar die hele feestmiddag van 1 tot 3 bij kunnen wonen. Mensen, als jullie nu al beginnen met iets meer boodschappen te doen voor mensen die van een minimuminkomen rond moeten komen, nu al 1 of 2 artikelen met je boodschappen extra kopen, dan heb je rond kerstmis heb je een heel leuk kerstpakket en dat kunnen wij dan weer gebruiken voor onze acties Sneeuwbal.